Als nieuwe wethouder Financiën en Economie in de gemeente Coevorden begin ik in een bijzondere tijd, want we zitten midden in de coronacrisis. Een crisis die ons helaas allemaal raakt. Ondernemers zijn daarop zeker geen uitzondering. En het is juist een tijd waarin we elkaar goed moeten vasthouden, figuurlijk dan, want we blijven natuurlijk wel op 1,5 meter afstand. De Rijksoverheid heeft heel veel maatregelen genomen. De Drentse gemeenten hebben gezamenlijk een heel pakket afgesproken. En ook als gemeente Coevorden leveren we daarin natuurlijk ons aandeel. En wat doen we dan concreet? Onder andere geven we uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen. Verder gaan we vergunningen nog sneller verlenen dan we nu al doen. Kortom, we denken met u mee als ondernemer. Want u staat niet alleen in deze crisis. We moeten dit samen oplossen. Ook met de consumenten in onze gemeente. Dan kan ik me voorstellen dat u denkt, er is een heel woud aan regelingen. Wat geldt nou precies voor mij en waar moet ik zijn? Nou, dat kan ik u proberen te vertellen kort, maar dat lukt nooit. Dus kijk daarvoor op onze website www.coevorden.nl. Tot slot nog de boodschap om toch optimistisch te blijven en samen te kijken wat we kunnen doen. Want we komen samen deze crisis te boven.